Het oude vestingstadje Naarden geniet in Tsjechoslowakije grote bekendheid, omdat de Tsjechische pedagoog Jan Amos Comenius hier in 1670 begraven werd. In het koor van de oude Waalse kerk bevindt zich de laatste rustplaats van deze geleerde, wiens Tsjechische naam Komensky was. In een klein museum zijn tal van herinneringen bijeengebracht aan Comenius, die zijn laatste levensjaren in Nederland doorbracht en die in ons land veel van zijn werken het licht deed zien. Ter nagedachtenis van deze 17e eeuwse figuur onthulde de Tsjechische gezant de heer Victor Sandor deze dagen een meer dan levensgroot standbeeld van Comenius dat geheel in Tsjechoslowakije vervaardigd werd door de beeldhouwer Makovsky. Terwijl het Tsjechische volkslied gezongen werd, legde de gezant een krans bij het standbeeld van de geleerde die de grondlegger van de moderne opvoedkunde genoemd mag worden, Jan Amos Comenius.